Hele goedemorgen bij de podcast Endoor met Antje. Vijf vragen in vijftig minuten. En deze zondagochtend op mijn roze bank zit niemand minder dan uh, Leontien van Moorsel, meervoudig wielrenkampioen. En je zou je afvragen, waarom heb jij dan Endoor-momenten? Nou, die heeft ze niet alleen in haar sport, in haar topsport natuurlijk, maar ook in haar privéleven. En daar gaan we vanmorgen over praten. Lieve Leontien, wat gezellig. Gezellig hè? Ja, dat, en dat op zondagochtend. En dat op zondagochtend. Lekker bakje koffie, yoghurt, fruit, helemaal niks. Ja, want dit is jouw ontbijt. Dat heb jij doorgegeven. Ja. Um, wat voor een ontbijttype ben jij? Wat voor een ontbijttype ben ik. Ik vind ontbijt heel erg belangrijk. Dat is de start van de dag. En ik vind het ook belangrijk om dan het gezin bij elkaar te hebben. Van wat gaan we doen vandaag? En hoe voel je jezelf? Om gewoon zo de dag te beginnen. Dat vind ik zo belangrijk. Dus ik kan me ook niet voorstellen dat mensen zeggen van nou, het is niet belangrijk. Uh, ik wil niet de wekker eerder zetten voor het ontbijt. Ja, ik vind dat echt gewoon. Een moment om de dag lekker te starten als gezin. En elke ochtend, bedoel je dat? Ja, elke, elke ochtend. Dan moet ik zeggen dat het in de coronatijd wel een beetje moeilijker is. Omdat in die, onze dochter, die begint iets later online. Dus die heeft dan zoiets van, ja weet je, de dag is al zo saai. Dus dan wil ik iets langer op bed blijven liggen. Dat begrijp ik. Daar heb ik helemaal respect voor. En dat is oké. Okay. Maar ik mis dat wel, want ik vind het juist zo gezellig als die kleine erbij aan het goede dag te ja. beginnen. Ja, ja, ik kan me nog herinneren bij Rome, dat ze op een gegeven moment op een middelbare school, dat ze tegen mij zei, mam, dat ontbijt is morgens, want ik had precies, nou wij zijn natuurlijk met z'n tweetjes, maar dan toch dacht ik, uh, we moeten samen altijd de dag goed beginnen. Um, exact eigenlijk zoals jij het beschrijft. En zij kwam op een gegeven moment over, mam, ik vind zo'n gedoe elke keer de ochtend ontbijt met jou. Ik wil gewoon eigenlijk gewoon, terwijl ik mijn eten eet, even een make-upje doen. En uh, ja, eigenlijk wil ik het gewoon niet meer doen. En toen was hij misschien al 15 of zo, hè, 16. En toen dacht ik: Oh ja, prima, blijf ik lekker lang slapen. <laughs> ging ja, want... vond je het echt prima? Ja, ik vond het echt prima. Want ik, ik ben een uitslaper natuurlijk. Dus ik ben geen ochtendmens. Dus dat was een opgave. Maar dat heb ik natuurlijk gedaan. Die 16 jaar lang, 15 jaar lang. Eh, omdat ik het ook wel heel belangrijk vond. Maar toen zij zelf op een gegeven moment aangaf: Mam, ik vind het zo'n gedoe. Want wat ik vaak deed, ik deed het ontbijt. Ging zij naar school en dan ging ik weer terug naar bed. Nee. Ja, dat deed ik. Ja. Nee, maar nee, ik ben een ochtendmens. Ja, ik sta natuurlijk dus, s'avonds in het theater, hè. Dus, ja, nee, dat beetje, begrijp, ja, nee, dat begrijp ik. Dat begrijp ik. Maar ik ben dus wel... Ja. Uh, s'avonds om tien uur gaan bij mij echt mijn luiken... dat ik denk van, oh, ik trek het niet meer. Ja. Maar s ochtends ik ben echt gewoon... om half zeven gaat hij wekken en... ja, ik sta aan. En um, je bent dus een ochtendmens en... Hoe sta je als persoon in het leven? Vertel ons iets meer over Lionel. Wij kennen je natuurlijk als Nou, Dan ben je gedreven. Dan... Althans het imago wat je dan hebt. Wat ik me kan voorstellen dat andere mensen dat ook hebben samen met mij. Um, voordat ik jou kende. Topsportmensen zijn vaak uh, gedrild, gedisciplineerd, gedreven. Um, uh, maar, maar wie ben je dan eigenlijk als mens? Nou, ik denk dat ik als mens, los van mijn topsportcarrière, ben ik ook wel heel gedreven in alle dingen die ik doe. Ja. Maar ik ben vooral ook wel een, een mensenmens. Uh, ja, ik, ik, ik vind het belangrijk uh, ja, om, om mensen een luisterend oor te bieden, uh, ook voor Indie. Uh, wij zijn zakelijk heel erg druk. Uh, maar die momentjes, die probeer ik wel zo goed mogelijk in te plannen. Ja, in die is jouw dochter. Ja, in die uh, ja. Dus uh, nee, ik ben, ja, nee, ik ben gedreven, maar ik ben ook wel een heel klein hartje, heel gevoelig, echt mega gevoelig. Maar in alles wat ik doe, en dat is wel iets, ja, wat je mee hebt genomen tijdens je topsportcarrière, uh, ja, dat je wel gewoon de dingen die je doet, wil je gewoon goed doen. Ja, precies. Ja, maar niet meer ten koste van alles. Dat heb ik ook. Weet je, ik dat heb het tijdens, ja, tijdens mijn topsportcarrière is het ten koste gegaan van mijn gezondheid. Dat is iets dat ga ik nooit meer doen. Dus het is wel, ik heb wel die balans gevonden. Het is nu keihard werken, maar daarnaast, als ik keihard heb gewerkt, dan voel ik gewoon aan mezelf: nu is het tijd voor ontspanning. Precies. En als je dan inspant en ontspant ja dan vind je die balans en dan voel je je zo lekker en dat weet je dan ook jarenlang weet je dat vol te houden en dan ben je voor jezelf ben je veel leuker als moeder ben je veel leuker dus dan sta je gewoon veel vrolijker in het leven want ben je een positief persoon van huis uit van jezelf ja nou, moet ik wel zeggen, ik ben van huis uit een heel positieve persoon. Maar ik moet zeggen dat ik afgelopen, het afgelopen jaar ik ben een beetje de overgang, die is een oh. beetje aan het inzetten zeg oh, maar. Dear. Het is echt <laughs> verschrikkelijk. En toen was ik die positiviteit, die was ik wel even kwijt. En toen oh. dacht ik: "Wat is er aan de hand?" Ik ben altijd van nou, het regent vandaag, niet zeiken, morgen schijnt de zon weer. Dat ja. is wie ik ja. ben. Ik probeer altijd gewoon weer lichtpuntjes te zien. En die heb ik even, die was ik even kwijt. Die zag ik even niet meer. Toen dacht ik echt, wat is dit? En toen? En uh, nou ja, dan ga je gesprekken voeren met, uh, met je gynaecologen. En dan zegt ze: Nee, Leontien, dit is inderdaad niet wie jij bent. Dus uh, je. Ja, Weet je, we moeten even gaan kijken hoe, dat we, hoe dat we daar lekker doorheen gaan rollen. Want zo ken ik je helemaal niet. Nee. Ik ben helemaal niet van negatieve gedachten of uh, niet meer achter grijze wolken, niet meer de zon zien schijnen, die ik altijd schijnen. Dus ja, ja, ja je moet er wel doorheen. En heel veel vrouwen zijn me al voorgegaan. Ja, dus dan denk ik, ja, Leontien zit niet te zeiken. Weet je, de, de, hier moet je ook gewoon doorheen. Ja. Maar dat is niet makkelijk geweest. Ik moet zeggen, dat is niet makkelijk geweest voor mezelf, maar ook niet makkelijk geweest voor in. Want als je altijd gewoon een hele vrolijke nood bent geweest, en ook voor mijn man Michael, is dat ook gewoon wel. Uh... En eerst dacht ik van ja, maar dat komt door die coronaperiode. En uh, weet je, dat heeft, daar heeft iedereen nu last van. En toen dacht ik van nee. Dit is, dit, is, dit is geen lekker gevoel. Nee. Maar nu, nu gaat het weer... Ik zie nu vandaag weer dat de lucht heel mooi blauw <laughs> is. En ik kan, uh, ja, ik kan genieten gewoon nu weer van alles. Dus dat heeft een paar maanden geduurd. En dan pak ik mezelf ook echt beter. Zeg ik nou, nu is het klaar. Ja, maar die kracht heb je dan dus ook. Ja, nee, dat heb je zelf te zeggen. Want er zijn natuurlijk mensen die... Zoals jij nu even, even tijdelijk uh, down hebt gevoeld. Zijn er natuurlijk ook mensen die zo worden geboren. Hè? Die wat minder makkelijk... Ik ben, ook, ik ben ook een positief mens. Ik zie ook altijd... Uh, de zon weer schijnen. Maar dat is voor heel veel mensen natuurlijk niet vanzelfsprekend. Alleen ik geloof er wel in dat iedereen dat kan trainen. Hè? Dus dat je uh, je mindset kan trainen. En dan is het voor de ene makkelijker dan voor de ander. Maar de ene zal het langer duren dan bij de ander. Maar je kunt het wel trainen. En dit is weer een goed voorbeeld van. Um hulp zoeken. Ja, op het moment dat je het even niet uh, voelt, zoals je, zoals je normaal gesproken voelt, niemand wil zich down voelen, denk ik. Uh, dus dan is het toch wel goed dat je hulp zoekt. Ik heb het in mijn boek daar ook over dat ik zeg, mensen vinden het vaak spannend of eng of misschien slap overkomen, uh, zwak overkomen om hulp te zoeken. Maar ik denk juist dat het heel dom is als je als je een helpende hand uh, afwijst. Nee, nou, ik vind het juist heel sterk. Precies. Om gewoon je emoties, wat je voelt, daadwerkelijk van binnen, dat je dat dat die er mogen zijn, maar ook dat je de durf te delen. Ja. En als je denkt van nou, ik kom hier zelf even nu niet uit. Ja, dan denk ik dat het juist heel sterk is en om goed te doen. Als je bijvoorbeeld in de topsport hè, een wedstrijd niet won. Is dat wel eens voorgekomen bij jou? Ja. <laughs> Dat is ook bij mij wel eens voorgekomen. Niet zo heel vaak. Nee, natuurlijk. nee ik heb meer wedstrijden verloren dan... De... Nee, ik heb veel wedstrijden gewonnen. Maar ik heb natuurlijk ook heel veel wedstrijden verloren. Ja. Daar moet je ook mee leren omgaan. Ja, want even... even want, uh, ik zei net uh, meervoudige, uh, Ja, Pak lekker je kopje koffie ja, ondertussen. Ja, lekker. Ja, het uh, koud. Ja, nee. Helemaal zonde. Uh, Meervoudig uh, wilrenkampioen. Uh, misschien kun je zelf even vertellen wat je allemaal hebt gewonnen. Want ik was het dan op zoek op Wikipedia. En ik dacht, nou, dat kan, dat, dat kan ik allemaal niet onthouden. Wat denk je dat? Kan niet op het kaartje. Ja, laat, ze, laat ze het zelf maar <laughs> vertellen. Ja, weet je, als ik dat achter elkaar uh, opnoem, dan denk ik altijd oh, dat is iemand anders. Nou ja, oh. samengepakt, de overwinningen waar ik het meeste trots op ben. Ik ben negen keer wereldkampioen geworden. Ja, dat is mijn al mijn... bizar, hè? Dat zag ik al die lijst, inderdaad. Dat ja. vond ik ook. En er zat nog best wel een lange periode tussen 93 volgens mij 99, zeg ik dat goed? Zo ja. Goed? ja. Ja, ik zie je. Ik heb het al. Ik ja, heb jij ja, nee, ja, 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 nee, nee, hebt ja, juist, ja, juist ja, werk gedaan. Ja, ja, ja. Juist gedaan. dacht ik, er zit best wel een lange tijd tussen. Ja, nee, ja. daar zit een lange tijd tussen. En ik ben ook nog vier keer olympisch kampioen geworden. Ik heb twee keer de Tour de France voor vrouwen gewonnen. Maar jij zegt, er zit een hele lange periode tussen. Dat klopt. Uh, moet ik het even goed zeggen? In 1993 werd ik nog wereldkampioen. Op de, op de weg in Oslo. En in 1998 werd ik weer wereldkampioen in eigen land in Valkenburg. Nou, daar zit natuurlijk best een lange periode zit daartussen. Maar ik heb acht jaar gevochten om een eetstoornis te overwinnen. Um, dus ik ben een tijdje uit competitie geweest. Ik heb uh, Een aantal jaren heb ik geen wedstrijden gereden. En toen ben ik eerst weer begonnen op nationaal niveau. En toen weer op internationaal niveau. Ja. Dus dat... Nou, je was even aan het opzommen uh, uh, wat je allemaal hebt gewonnen. Uh, wat zijn we nou nog vergeten? Want we maakten even een haakje naar de tussenpozen van 93 tot 99. Uh, sportvrouw van het jaar. Ja, Sportvrouw van het jaar. Maar Sportvrouw van het jaar. Eigenlijk, tuurlijk ben ik daar heel trots op. Ik ben zes keer sportvrouw van het jaar geworden. Is natuurlijk een bekroning op een succesvol uh, seizoen. Uh, sportseizoen, wielerseizoen. Uh, maar het wordt wel vergeleken met andere sporten. Dus dat vind ik altijd... Ja, ja. Eigenlijk vind ik dat best wel, wel moeilijk. Omdat het eigenlijk appels met peren vergelijken is. Maar je bent wel ongelooflijk trots. Als je door je sportcollega's uitgeroepen wordt door en, en je die wordt verkozen als ja. sportvrouw van het jaar. Ja, dat is natuurlijk tuurlijk. gewoon fantastisch. En helemaal zo op het einde van het seizoen dan denk je ja, sluit je toch lekker het wielerseizoen af. Dus ja, ik moet zeggen ik heb niet heel veel van mijn um, wielercarrière. Mijn gouden plakken die liggen ergens in de kast. Ik zeg altijd dat zit in mijn hart. Maar de Jaap Edes. Ja, dat vind ik ook hele mooie beelden. Die heb ik echt. Uh, ja, die staan echt gewoon heel mooi geëtaleerd in mijn, uh, in mijn huiskamer en een paar ja. in de keuken. Dus ik heb het een beetje verdeeld zo. Leuk, ja, ja. maar het wel bijzonder. Mag je er echt wel trots op zijn. Nee, tuurlijk ben ik daar trots op. Maar je op. zijn het al, er zijn ook wel wedstrijden die ik niet heb gewonnen. En uh, dan, 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 dan win je niet. Dan baal je natuurlijk, want je hebt heel erg hard ervoor gewerkt. Kan je dan nog de positiviteit vinden, zoeken? Nou, dat heb ik, nee, maar dat heb ik echt moeten leren. Als klein kind was ik zo teleurgesteld en gooide ik nog net niet, want dan kreeg ik een draai om mijn oren, mijn fiets nog niet over de dranghekken heen. Zo van, dan was ik zo teleurgesteld. Um, en op latere leeftijd had ik echt zoiets van: dat is ook wat ik heb geleerd in de periode dat ik de eetstoornis aan het overwinnen was: van je kunt niet meer doen dan je best. Dus zeg maar in mijn tweede wielercarrière, toen ik de eetstoornis helemaal onder controle had en hem eigenlijk helemaal uh, overwonnen had, toen had ik echt zoiets van: uh, weet je. Ik heb er alles voor gedaan. Ik heb keihard getraind. Maar wordt dit nu beloond met een vierde of een vijfde plaats? Moet ik tevreden zijn? Want ik heb alles gegeven. En in mijn eerste carrière was ik alleen maar boos. En boos en nog eens boos en teleurgesteld. Dus ik heb echt. Ja, dat, ik ben echt met mezelf aan de slag gegaan. Dat ik echt zoiets had. Je kunt namelijk niet meer doen dan je best. Maar dat is wel interessant. Want dat betekent dus ook dat die mindset kun je dus zelf echt wel veranderen. En dat heb jij dus ook gedaan. Nee, maar wat jij zegt, dat is echt gewoon trainbaar. Ja. En dat is eigenlijk met alles wat ik nu doe in mijn leven. Ja, ik probeer er iedere dag het beste van te maken. En je kunt namelijk niet meer doen dan je best. En je hebt niet iedere dag een topdag. Of je nu presentaties geeft voor het bedrijfsleven... of je probeert gezinnen te helpen met kinderen met eetproblemen. Je doet je best, maar je kunt niet iedere dag in topvorm zijn. En je kunt ook niet iedere kind en iedere gezin redden. En heb jij in het wielrennen, in je sportcarrière... kun je een voorbeeld uh, geven van een echt en door moment... Is dat zo bij? Ik kan me zo voorstellen als je echt in een wedstrijd zit en vooral met fietsen, met die verzuring in je benen en dat je denkt ja, maar nu moet ik toch echt denken en door, want dit is het moment waar het om draait. Nou, ik denk dat uh, Valkenburg dat ik terugkwam aan de wereldtop met een gezond lichaam en een gezonde geest. Ja, weet je. In een tijdrit, een tijdrit is echt puur een gevecht tegen jezelf. En in een tijdrit dan heb je, nou zeg maar, dat die tijdrit uh, 30 kilometer duurt, een individuele tijdrit. En echt na 3, 4 kilometer komt de verzuring niet alleen uit je grote teen, maar ook uit je neusgat, uit oh. je oorlel. Ja. Overal voel je die verzuring. Um, maar ja, je leert ook omgaan met pijn. En ik had echt zoiets van, weet je, dit is wat ik wil. Ik heb hier hard voor getraind. Ik trap gewoon door die verzuring heen. En ja, dan denk je niet één keer en dan door. Nee, dan denk je wel, <laughs> ja, dan denk je wel duizend keer en door. Weet ja, je, ik wil ja. ze gewoon laten zien dat ik gewoon met een gezond lichaam, een afgetraind lichaam. Je hoeft niet anorexia mager te zijn om wereldtitels te behalen. Ik wil gewoon heel de wereld laten zien dat je gewoon met een sterk lichaam. ook gewoon oh, ja. uh, wereldkampioen kunt worden. Uh, dus ja, nee, ik heb dat heel vaak gedacht. Dat is een moment dat ik dat heb gedacht. Uh, tijdens het werelduurrecord heb ik dat uh, je, ja, ook na, na, ik denk, 10 minuten dat je de verzuring overal voelt. Maar ja, dan moet je de, de rest van die 50 minuten moet je leren omgaan met verzuring. Normaal gesproken stoppen mensen op het moment dat ze gaan verzuren. Denken ze, nou, dit doet pijn. Dit is mijn grens. Nu ga ik of minder hard fietsen. Uh, en ik had mijn lichaam zo getraind dat ik gewoon. Uh, gewoon door die verzuring heen kon trappen en dat een uur lang vol wist te wow. houden. Ja, dat doe je. Het is niet gezond, maar dat is dus ook gewoon trainbaar. Ja. Ik heb het ook nog gedaan tijdens de Olympische Spelen, mijn laatste Olympische Spelen. Daar kwam ik ten val tijdens de wegwedstrijd. Uh, maar ja, ja, je bent daar vier jaar mee bezig. En ja, ik had echt zoiets van ja, maar zo wil ik mijn wielercarrière toch niet beëindigen. Ik wist dat dat mijn laatste Olympische Spelen zou zijn, mijn laatste grote internationale toernooi. Ja, en dan ga je tegen de vlakte. En toen dacht ik echt, nee, ik wil toch zo niet mijn wielercarrière beëindigen. Nou, ik heb die wedstrijd niet uit kunnen rijden, maar twee, de, twee dagen daarna uh, mocht ik Nederland vertegenwoordigen tijdens de Olympische tijdrit. Ja, en toen heb ik mezelf gewoon opgelapt. Alles deed nog pijn van die valpartij. Maar ik had echt zoiets van ja, ik wil niet zo mijn wielercarrière beëindigen. En dan voel je op het moment dat je van dat podium afrijdt tijdens die individuele tijdrit, dan voel je al die kneuzingen. Iedere trap doet pijn. Maar ja, dat trap je dan ook gewoon doorheen. En dan word je Olympisch kampioen. Um, ja, en dat is dan zo mooi dat je echt denkt van ook dat je je mentaal gewoon weer op hebt weten te lappen. Dat iedereen dacht van ja, dit is niet haalbaar. Dat je zelf dacht van ja, maar ik heb hier vier jaar alles voor opzij gezet. Ik zal laten zien dat het wel haalbaar is. Dan doet het, dan doet het maar pijn. Maar ik wil gewoon op het hoogste niveau, wil ik afscheid nemen van mooi. de wielersport. Ja, 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 en dan lukt dat. Maar wat je dan voelt, dat is niet gezond. Dan durf ik ook wel te zeggen... Tijdens, die, uh, tijdens het Werelduurrecord. tijdens uh, het Wereldkampioenschappen in Valkenburg. en tijdens die Olympische tijdrit. Dat zijn drie momenten geweest in mijn wielercarrière. dat je denkt: en door. maar ook: dit is niet gezond. Nee, dit is absoluut niet gezond. Nou ja, wat ik in mijn boek. en met de titel van: en door ook bedoel. is dat je. en dat gaat natuurlijk wat meer over uh, mentaal, hè? Uh, moeilijk, omgaan met moeilijke situaties. Is niet dat je niet, die, dat je niet je pijn mag voelen of dat je je verdriet mag voelen. Hè? Die moet je juist voelen, juist doorleven. Maar er komt op een gegeven moment wel een keer een moment in je leven... waarin je tegen jezelf moet zeggen, ja, en nu door. Want erin blijven hangen, in iets blijven hangen wat niet goed is gegaan... dat is wat jij eigenlijk ook beschrijft met niet, niet om kunnen gaan... Met, met, uh, met het niet winnen van een wedstrijd. Ergens moet je toch denken, oké, okay, dat was dat. En nu ga ik me concentreren op mijn volgende wedstrijd. En dan ga ja. ik er alles aan doen om die wel te winnen. En dat is wat ik heel erg bedoel met het en door moment. Natuurlijk begrijp ik heel goed hoe je het omschrijft... Uh, topsport is niet altijd gezond, hè? Dat, dat nee. hoor je ook heel vaak. Uh, en nu heb jij natuurlijk ook nog te maken gehad met persoonlijke uh, ja, struggles, uh, waar ik het even met je aan over wil hebben, want um, ja, dat, dat lijkt me ook heel heftig hoe je hoe je daar uiteindelijk ook mentaal bent uitgekomen. Dus laten we even je meenemen naar je anorexia-verleden. Uh, uh, hoe is dat ontstaan? Nou, ik denk ook wel uh, dat dat ontstaan is uh, doordat je van nature een heel gedreven persoon bent. Uh, en dat je dacht dat je dat nodig had om uh, aan de top te komen tijdens een wielercarrière. Maar ja, weet je, we weten allemaal, dat weet jij ook, dat het heel moeilijk is om aan die top te komen, maar om daar te blijven en te luisteren naar de signalen die je lijf afgeven... dat is nog vele malen moeilijker. En ik heb op het punt gestaan uh, dat je aan de top komt... en dan wil je daar blijven... en dan luister je, luister je niet meer naar de signalen die je lijf afgeven. Want dan denk je van ja, maar het moet nog afgetrainder... en het moet nog scherper... want anders win ik nooit die Tour de France. En ik ben wereldkampioen en ik wil ook die Tour wil ik winnen... Uh, en dan maak je de verkeerde keuzes om niet meer te luisteren naar de signalen die je lijf afgeven. Ja, want bij jou is het, uh, we hebben het wel eens eerder over gehad, dat je dacht: elk grammetje ja. wat ik te veel weeg, is, is zwaarder om dan te kunnen winnen. Hè? Nou, ja, zit... dat, is, dat, dat is ook zo. Ja. Want weet je, iedere gram en iedere kilo die je mee die berg op moet nemen. Ja. Ja, dat kost meer energie. Dus dan denk je van ja, maar als ik dus nog magerder word, dan kost het me, me minder energie om gewoon uh, die berg op te komen. Dus het klopt ook wel. Maar ja, als dat uiteindelijk resulteert in een eetstoornis ja. en je rijdt alleen nog maar hard berg op en je voelt eigenlijk dat het fysiek en mentaal steeds slechter met je gaat, ja, dan, dan ben je al veel te ver gegaan. Ja. En um, ja dan, ja, dan gaat het ook gewoon fout. En op het moment dat je op dat punt bent, dan is ook niks meer leuk. Dat, dat is verschrikkelijk wat je dan voelt. Want neem ons even mee hè? in jouw, in jouw uh, leven van toen. Um, je had gewoon weinig of was je helemaal al calorieën aan het tellen? W nou, je bent dat? sowieso calorieën aan het tellen. Uh, alleen maar calorieën aan het tellen. En alleen maar uh, aan het verbranden. En uiteindelijk... Ben je helemaal ook niet meer bezig met, die, met, met uh, wat je presteert. Maar ben je alleen nog maar bezig met getalletjes. Om iedere dag. Dat is een soort wedstrijd voor jezelf. Maar dan ben je echt voor het heel erg ziek. Om alleen iedere dag die weegschaal. Als dat een getalletje minder aangaf. Dan was je dag geslaagd. Dus ik stond denk ik wel 30 keer per dag op een weegschaal. En uh, voordat ik ging slapen. En als het dan niet minder was dan de dag ervoor. Dan ging ik s'avonds nog een uur op een home trainer zitten. Um, ja, en nemen is mee zo'n dag. Ja, ik verbrandde, denk ik, iedere dag 6000 kilocalorieën. En ik at er nog geen 500. Jezus, um, dus dat is echt. Waar, waar, had... je, waar haalde je die kracht dan vandaan om nog die energie te hebben om te kunnen sporten? Nou, dat doe je op mentale kracht. En uh, aan de ene kant is het natuurlijk een geluk dat ik een heel sterk lichaam van huis uit mee heb gekregen. Want anders was je veel eerder die man met die hamer tegengekomen. Um, ja, dus heb je dat heel lang vol weten te houden. Totdat op een gegeven moment ook mijn lichaam zei na een aantal jaren. Tot zover en niet verder. En dan stort je gewoon in elkaar. Echt letterlijk en figuurlijk. Mentaal fysiek. En wat gebeurde er mentaal toen met jou? Um, ja, dat is verschrikkelijk. Wat je dan voelt, dat is. Dat is je voelt je sowieso al die jaren uh, dat je een eetstoornis hebt. Uh, ik ben altijd een hele vrolijke noot. Um, je zit in een soort isolement en je wereld wordt steeds kleiner. En als je eigenlijk van nature een heel sociaal mens bent, um, dan is dat verschrikkelijk. Dan is dat echt heel eenzaam. Ik heb. Um, ik, ik kan ook niet. Als ik terugdenk aan die periode, kan ik niet denken van, ik heb één leuke dag gehad uh, tijdens die periode. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Ja. Het heeft me echt niks gebracht, terwijl dat je uh, als jong kind droomde om de Tour de France te winnen. Ja. En zelfs die dag heeft me niks gebracht. Gewoon alleen maar gewoon een heel raar gevoel van binnen. Heel eenzaam. Echt heel eenzaam. Ja, naar. Ja, heel naar. Maar iedereen die ik nu uh, begeleid met, uh, met een eetprobleem. Als ik dan vraag van wat brengt de eetstoornis je? Uh, of heb je al een, een gezellige dag uh, beleefd samen met de eetstoornis? Nou, dan zeggen ze ook allemaal stuk voor stuk. Of het nu jonge kinderen zijn. Uh, of, of ze zijn wat ouder. Ze zeggen allemaal. Nee, Leontien, als ik er nu eigenlijk over nadenk. Dat is ook niet gezellig want weet je probeer maar eens een dag gewoon niet te eten. Als je denkt van nou nu ga ik een dag gewoon wat strenger zijn voor mezelf en je krijgt weinig kilocalorieën binnen, kan je toch niet zeggen van nou wat heb ik een topdag gehad? Nee. Het is toch verschrikkelijk ja. als je gewoon een dag. Als ik nu nadenk, eten is iets sociaals, eten is iets gezellig, iets gezelligs en als je dat dan niet meer mag voor van, van jezelf, dat is dat, ja. dat is verschrikkelijk. Ja. Als jij nu naar een feestje gaat en je krijgt daar niks te eten en te drinken, dan denk je toch ook van nou, ja, nee. ik vond een keer niet aan. maar, dat, nee, maar dat, is, dat, is, dat maakt het natuurlijk moeilijk uh, als je een eetverslaving hebt of een stoornis hebt met eten. Eten hebben moeten we elke dag ook doen om om überhaupt in leven te ja, blijven. Absoluut. En het is ook een absoluut een sociaal gebeuren. En ik ken jou. We hebben er wel eens gesprekken over gehad. Uh, jij bent een ongelofelijke gezelligheidsmens. Je moet altijd mensen om je heen hebben. Ja. Ik heb dat niet zo heel erg. Nee, nee. We hebben maar het dat vind een... ik ja, maar dat vind ik ook niks voor jou. Want als ik jou zo zie je, dan denk ik van nou, jij wil ook alleen maar mensen en gezellig. En, uh... Ja, ja, ik vind het, ik, dat vind ik absoluut heel leuk. Maar ik vind het ook heel prettig om alleen te zijn. En ik, ik, mijn, ik zit altijd heel erg in mijn hoofd. Dus ik heb altijd zoveel. Mijn hoofd stopt niet, zeg maar. Dus ik moet echt meditaties doen en dat soort dingen om mijn hoofd stil te krijgen. Um, dus als ik met heel veel mensen ben, dan, dan ontploft mijn hoofd bijna. Want dan krijg ik allemaal extra prikkels en informatie van die andere mensen natuurlijk binnen. Uh, en dat punt mij wel uit. Dus dan. Dat weet ik nu natuurlijk. Uh, dan moet ik, heb ik echt wel momenten nodig. dat ik Even alleen kan zijn. En ook, en ook op de momenten dat ik, dat ik de eenzaamheid opzoek. of de rust opzoek. of de stilte opzoek. hoe je het wil omschrijven. Uh, dan borrelt mijn creativiteit weer naar boven. Ja, Ja, dus ik heb echt wel die stilte nodig. om weer te denken. oh ja, dat zie je. dat had ik toen bedacht. en dat denk ik ook weer door alle druk te vergeten. weet je wel? Dus ik heb echt die stilte nodig. En ik, ik kan me dit heel nog goed herinneren. omdat wij opnames hebben gehad. natuurlijk voor Fit at Home. Je doet 55 Plus en Fit ja. bij ons. En dat we tijdens die opnamesessies ook onwijs gezellige dagen hebben gehad. Omdat we lekker aan het kletsen waren. Maar ook over dat soort dingen. Vond, dat weet ik nog, dat jij dat vertelde. Dat ik dacht, oh wat grappig. Jij zei, nee, ik moet wel altijd mensen om me heen hebben. Hoor. Ik kan niet zonder. En, ja. Ja. Nou, en ja. ik heb juist, want jij doet al nieuwe creatieve ideeën op. Op het moment dat je gewoon alleen bent. Ja. Maar ik doe dat tijdens, wel als ik alleen aan het sporten ben. Dan ben ik dus ook wel ja. alleen. Ja. Maar dan wel in combinatie met... Bezig zijn. Bezig zijn, of fietsen, of hardlopen. Um, dan, ja, dan ja. laat ik gewoon, denk ik, van... oh ja, dit en dat. En dat moeten we verder uit gaan werken. En dit is ook nog leuk. Precies. Of dat zou misschien nog daartoe kunnen voegen. Ja. Maar goed, even terug naar die, naar, die, naar die periode van toen. Eenzaamheid, zeg je. Ja, dat is heel naar. Ik denk dat eenzaamheid een van de naarste dingen ook is... Hè, om, te, om te ervaren. En zeker als je dan ook nog zo'n... eigenlijk in de, in, de, in de picture staat... en onwijs ja. succesvol bent. Wat was het moment waarop je dacht... en nu ga ik, nu, nu ga ik het aanpakken? Um. Dat is het moment geweest dat ik eigenlijk. Uh, dat ik het contact en uh, met, met. het contact met mijn zussen en met mijn broer en met mijn ouders. dat ik me steeds meer af ging sluiten. En dat ik ging voelen, maar ik mis eigenlijk gewoon die warme band die we altijd hebben gehad. Uh, maar mijn ouders zijn heel lang met mij meegegaan, omdat zij ook dachten van, ja maar Leontien heeft dit nodig om aan die top te blijven. En ja, weet je, 25 jaar geleden was er ook niet zo heel veel bekend over eetstoornissen. Uh, totdat ik in die periode uh, mijn man leerde kennen, dat was toen mijn vriendje. En die is zelf ook altijd topsporter geweest. En in eerste instantie is die ook heel erg met mij meegegaan, want hij deed het heel goed op nationaal niveau. En toen in onze verkering tijd, uh, trainden wij heel veel samen. En toen had hij in eerste instantie van, maar dit is dus wat je moet doen om de internationale top te halen. Dus in eerste instantie dacht hij van, uh, weet je, ik moet ook serieuzer gaan zijn. En is hij een tijdje met mij mee gaan doen? En na een paar maanden observeren had hij echt zoiets, ja, maar dit is niet normaal. Weet je, je kunt wel wereldkampioen zijn, maar zij maakt heel haar leven kapot. En als ik hierbij blijf, dan doet het me iedere dag pijn. Uh, want ik, ik kan niet zien uh, dat het leven steeds verder uit haar gaat. En dat ze fysiek en mentaal, dat het steeds slechter met haar gaat. Um, en na een half jaar zei hij van ja, Leontien, ik trek dit niet. En dat was de eerste, zeg maar, die eerlijk tegen mij was. Die oh, tegen goed. mij zei van, weet je, je kunt tig keer wereldkampioen zijn. Maar dit is niet, niet oké. Okay. Hij zegt, en jij gaat er aan onderdoor, maar ik ga er ook aan onderdoor. Want dit, iedere dag dat wij samen zijn, doet dit zoveel pijn. En dat was de eerste in, in, in die drie jaar dat ik slecht bezig was, die eerlijk tegen me was. Want iedereen zei, je doet het fantastisch, want je wordt wereldkampioen en je wint de Tour. En hij was de eerste die zegt, van, ja, tot zover en niet verder. En die zette een punt achter onze relatie. En dat is echt het moment geweest dat ik echt zoiets had... ja, maar ik verlies alles. En toen wilde ik eigenlijk maar één ding... en dat was gewoon uh, ja, de vrolijke Leontien worden... die ik altijd was geweest. Uh, maar ja, dan moet je iets gaan veranderen... wat je al een aantal jaren zo aan het doen bent. Ja, en die ziekte is zo hardnekkig... Het is niet zo van, nou dan ga ik een knop omzetten en dan ga ik de volgende dag weer eten en dan is het over. Ja, ik zeg altijd van, ik vergelijk het altijd met de zwaarste bergetappe die ik heb gereden. Um, weet je, het gaat even weer wat beter en dan ga je weer een afdaling in en dan klim je weer iets verder die berg op. Um, en Michael zette een punt dus achter die relatie. En toen heb ik het in eerste instantie, wilde ik het echt zelf? Um, en dan hebben we een aantal maanden geen contact gehad. In de wintermaanden, want toen lag ook het wielenseizoen lag helemaal stil. En in het voorjaar, toen kwamen we elkaar weer tegen in de koers. En toen zag Michael van. Ja, ze is echt aan het knokken, maar ze kan het alleen niet. En vanaf dat moment heeft hij gezegd: We gaan dit samen doen. Um, mooi, zeg. Ja, dat is, aan de ene kant is dat heel mooi, maar voor hem is dat ook heel zwaar geweest. Ja. Want hij is, uh, wij waren toen allemaal, al, uh, ik was begin twintig, hij was begin twintig. Hij stond ook in de bloei van zijn leven. Um, ja, en hij heeft eigenlijk alles aan de kant gezet om eigenlijk gewoon mijn leven te redden. En op een gegeven moment reed ik nog een etappekoers in 1994 in Frankrijk. En toen werd ik gelost in de neutralisatie. Dan is de koers nog niet vrijgegeven. Dan, dan rij je achter een auto en dan rij je maar 20 kilometer per uur. En toen werd ik gelost in de neutralisatie. En toen heb ik naar Michael gebeld. En toen zegt hij: ja, nu is het klaar. En die is, die is mij op komen halen in Frankrijk. En die zegt: Nu gaan we het anders doen. En toen zijn we echt aan tafel gaan zitten. En toen zegt hij: Er is maar één keus. En dat is dat je je koffers thuis gaat pakken. Want mijn ouders, die, dat zijn echt de liefste mensen ever. Uh, maar die waren heel lief voor mij, maar die waren ook te lief voor de eetstoornis. En hij zegt: Jij moet echt thuis weg. Jij moet echt thuis weg. Want uh, bij ons thuis gaan ze ook heel lief voor jou zijn, maar gaan ze consequent zijn, uh, ook naar de eetstoornis toe. En dat is wat jij nodig hebt. Uh, en vreemde ogen dwingen. En ja, dat is voor mijn ouders verschrikkelijk moeilijk geweest. Uh, en voor zijn ouders is het ook heel moeilijk geweest. Maar tot op de dag van vandaag zijn de ouders, mijn ouders, Michaels ouders, zo dankbaar, want het heeft wel mijn leven gered. En ja. dat is ook de regel die wij. We hebben nu een huis waar wij gezinnen helpen met eetproblemen. Ja. En dat is ook uh, ja, de regel die wij hebben en die wij altijd gezinnen meegeven. Ben liefdevol voor je kind, maar ben consequent naar de eetstoornis toe. Ja, heel goed. Maar en, en, um, ik ben onder de indruk van ja. dit verhaal. Ik vind het super mooi? super mooi ook en mooi mooi hij houdt gewoon heel erg veel van ja maar jou. ja dat is voor hem natuurlijk ook heel moeilijk geweest want Mike uh, was vroeger een knappe vent is dus nog steeds een lekker ding <laughs> ik heb maar, hem gezien ja, ja ik word, nee maar het is echt gewoon een hele leuke vent maar helemaal als je begin twintig bent en je ziet er goed uit en ik heb uh, een, een periode meegemaakt dat ik 43 kilo woog. maar ook dat mijn lichaam helemaal doorsloeg naar de andere kant dat ik binnen anderhalf jaar 85 kilo woog. en dat zeg maar, uh, kennissen van hem zei je, oh, gooi dat dikke wijf er toch uit, wat moet je ermee? En ja, hij heeft in die periode heel sterk in zijn schoenen moeten staan. En zei hij van ja, maar het gaat mij niet alleen om de buitenkant. Het gaat mij om wie Leontine is. En het gaat gewoon goed komen. Weet je, dat lichaam is helemaal uit En uiteindelijk gaat haar lichaam gewoon een, een, een gewicht zoeken wat gewoon bij haar past. En, en dat ze gewoon weer gaat stralen. Ja. En dat heeft hij ook zo vaak in die periode tegen mij gezegd. Dat ik, want tuurlijk, je bent niet blij als je 43 kilo weegt. Maar met mijn lengte 85. Nee. Kilo, ik zeggen ja. Was ik ook maar hij heeft constant gezegd ik hou van jou om wie jij bent en weet je het gaat goed komen. Geef het de, geef het de tijd. Geef het de tijd. Maar wat deed het uh, met jou dan? Dat want dat is ook wat de ene uitzwindt het andere uitste. Oe, ja, oe. ik moet wel zeggen dat um, weet je die 43 kilo is verschrikkelijk geweest, maar was ik ook niet vrolijk. Maar heel eerlijk met die 85 kilo, <laughs> ik was niet blij als ik voor de spiegel stond. Maar je was en als, wel vrolijk. ik was wel weer die vrolijke noot. Ja, ja, ja. En dat is wel. Uh... Ja, wie ik uiteindelijk weer wilde zijn. Tuurlijk was ik niet blij als mijn broek weer niet paste. En op een gegeven moment heb ik een tijd lang spijkerbroeken van Michael uh, gedragen. En uh, dat, dat was ik ook niet. Maar er kwam wel weer, ik voelde weer, wel weer dat Leontine terugkwam. Dat ik wel weer af en toe smakelijk kon lachen. En dat ik denk van, weet je, uiteindelijk doordat ze het zo vaak daar thuis tegen mij hebben gezegd. Van het komt goed, het komt goed, uh, weet je ging ik daar ook gewoon in geloven. En ja. ze hebben ook gewoon gelijk gehad. Het is ook gewoon goed gekomen. Ja. Hoe komt het dat het goed is gekomen, volgens jou? Nou, door de dingen die ik zeg. Ik heb daar heel veel liefde gekregen. En die heb ik thuis ook gekregen. Maar vreemde ogen dwingen. En ze zijn consequent geweest naar de eetstoornis toe. En dat was gewoon wat ik keihard kei nodig had. Ja. ja. Dus dat heeft ja, nogmaals, dat heeft echt mijn leven gered. En uh, terugkijkend, hè? Uh, ja, dat, eigenlijk zeg je het al, van wat had ik anders kunnen doen? J, j, nu zeg je eigenlijk al van ik heb niet genoten van die beginperiode omdat ik zo streng was voor mezelf en de, daardoor die eetstoornis kreeg. Als je nu terugkijkt, uh, zou je dat anders hebben gedaan of zeg je, nou ja, ik heb dat ook mee moeten maken om uiteindelijk nu te zijn wie ik nu ben en dat mooie Leontienhuis op te zetten en uh, mijn, 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 ja, mijn, mijn kennis daar weer mee te delen, zeg maar? Nee, weet je, als ik mijn leven over zou kunnen ja. doen... Nee, het is acht jaar van je leven. Ja. Dat is zonde van je leven. Ja. En, en tuurlijk weet ik nu dat ik levens kan redden... door die rot ervaring die ik zelf heb gehad. Maar nee, ik gun dit niemand. Nee, En ik, weet je, ik weet niet wat ik zelf anders had moeten doen. Uh, wat ik wel de begeleiding mee wil geven... Uh, die nu jonge talenten begeleidt dat ik denk, het mag nooit ten koste gaan van een gezondheid. Het mag nooit, weet je, een titel mag nooit ten koste gaan... van een gezondheid van een, uh, van een topsporter. Dus ik wil wel de sportartsen... Uh, die, die zich nu bezighouden met topsporters... op het moment dat ze signaleren van het gaat niet goed... ook al zijn ze dan nu nog succesvol... dan moeten ze gewoon zeggen van, uh, weet je, dit is niet oké. Okay. We geven geen goedkeuring... Uh, als jij niet aansterkt, dan uh, ja, dan maar geen Olympisch kampioen nee, voor einde, Nederland. Ja, dan is het gewoon tot ja. zover. En niet, uh, en niet de, 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 weet je, dat is uh, ja, dat verwijt ik zeg maar wel uh, de artsen die toen de tijd uh, betrokken waren bij de wielerbond. Dat ik denk: van ja, dit is dit is niet oké okay geweest. Absoluut niet. Nee, geen goede begeleiding. Nee, nee. 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 En je had het idee dat het nu iets beter is, omdat er meer openheid over is. En jij praat er heel goed over, heel open over ook. Nou, ik hoop het, maar nee, als je. zijn de belangen te groot? Is ja, het... ik denk ja. dat de belangen, de commerciële belangen, dat die te groot zijn. Ja. Maar weet je, doe het mensen niet aan. Dat is, weet je, dan denk ik ook al zijn er nog zoveel commerciële belangen, het, is het, het gaat om mensenlevens. Hé, hey, en jij, je, nou ja, je, je bent eruit gekomen uh, met hulp. Uh, is dat dan ook met mentale hulp? Heb je wel eens met een psychiater en dat soort mensen gesproken om, om je mindset te uh, veranderen? Nee, ik denk. Dat, veranderen? Nee, nee. Ja, ik ben één keer bij een, 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 een sportpsycholoog geweest, maar dat was niet mijn ding. Ja. Uh, Uiteindelijk denk ik dat uh, mijn schoonmoeder, de moeder van Michael... dat dat de beste psycholoog ever is. Oh ja? Vertel eens, waarom? De, nou ja, gewoon heel veel geduld, maar ook gewoon heel consequent. En uh, consequent tijdens, voor mij, consequent tijdens één momenten. Maar had ik daarna een luisterend oor nodig of daarvoor... Ja, dan waren ze er voor mij en niet alleen zij. De, 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 de vader van Michael, die, die was er voor mij weer met zijn, zijn grappen en zijn grollen Die ik ook, dat was op dat moment ook gewoon heel erg belangrijk om even weer de scherpe randjes eraf te halen. En, en Michael was daar ook voor mij. Dus ik zat wel in een bevoorrechte positie uh, dat ik bijna 24 uur per dag dus niet uh, een uurtje per dag een een gesprek met een psycholoog, maar ik had 24 uur per dag had ik begeleiding. Ja. Dus dat is dan zit je natuurlijk wel in een en dat realiseer ik me heel goed. Dan zit je wel in een luxe positie. Ja. Maar goed, dan raak je zwanger. Ja. En dan word je toch weer wat voller. <laughs> ja. Hoe ging dat dan? Nou, ik moet wel zeggen dat dat een periode is geweest uh, dat ik uh, dat vond best moeilijk. Ja. Maar ik, ik heb drie zussen. En uh, twee zusjes, uh, Wilma en Karin. Uh, hoe meer buik ze kregen en hoe groter de borsten werden, hoe meer dat ze gingen stralen. En mijn oudste zus, Jacqueline. Uh, want ik. Ik werd best bang van die gedachte dat ik niet kon genieten ja, dat mijn buik ja, groter werd. En toen zei Shaki, mijn oudste zus, die zei, Leontien, weet je, dit heb ik precies hetzelfde gehad. Uh, maar ik kon wel gelijk die vertaalslag maken. Ik vond het niet mooi. Ik kon mezelf niet mooi vinden tijdens de zwangerschap. Maar ik kon wel die vertaalslag maken van er zit iets heel moois... In je buik, daar ga je de rest van je leven, daar ga je nu voor zorgen. En daar ga je de rest ja. van je leven voor zorgen. Dus je moet jezelf nu ook goed blijven verzorgen. Dus er is geen moment geweest dat ik mezelf tijdens de zwangerschap niet goed heb verzorgd. Dus toen wist ik ook wel van nou, deze gedachten zijn er. Maar die waren er ook bij Shaki. Dus dit is oké. Okay. Dit, is, dit, is, dit, is, dit, is, dit is helemaal goed. En ik ben ook zo trots en zo blij... Dat ik mezelf tijdens die zwangerschap gewoon goed heb verzorgd. Want we hebben er zoiets moois voor teruggekregen. Ja, precies. het is een heerlijk. We hebben een prachtig van een dochter in die. En um, ja, het was al een lekker ding toen ze eruit kwam. Maar ze wordt alleen maar leuker. <laughs> ja, ik heb haar gezien. Ja. Knappe meid. Ja. Hey, en, um... ja, maar knappe meid. Het is ook vooral een mooi mens. Ja, ja het is een heerlijk. Het is, het is zo'n vrolijke noot. Het is, het is een heerlijk kind. Ja, want je zegt het, uh, het vrolijke nood. Uh, hoe ben je met haar bezig? Vind jij het mentale... Uh, want ik, het verbaast mij altijd... Jij bent heel erg bezig geweest met, lichamelijk, met sport. Dan ben je heel erg lichamelijk bezig. Uh, mensen zijn vaak bezig met... met uh, nou, ik, moet het, ik moet sporten, ik moet gezond zijn. Ik moet minder eten, ik moet goed gewicht hebben. Dat is allemaal heel erg belangrijk. Maar mentale, mentale gezondheid... Vergeten mensen vaak... Dat het net zo belangrijk is als lichamelijke gezondheid, want het staat altijd met elkaar in balans. Ja, nou ja, ik, weet je, ik heb natuurlijk wel heel veel geleerd van die periode. En uh, op het moment dat, je het, dat het jezelf overkomt, ja, dan hou je je kind wel heel goed in de gaten. Van uh, ja, hoe gaat het met haar? En trek ze het allemaal en leg ze de lat niet te hoog. Uh, dus ik zeg ook altijd tegen Indy van je kunt niet meer doen dan je best want ze legt best wel de lat hoog, ook op school, weet je. Een, Goh, een... van wie zou ze het nou hebben? Ja, op school had ik het niet, hoor. Oh. Kunnen we het zo ook nog even ja, over hebben? Ja. ben ik heel hard weggefietst altijd. Oh, we, ja, <laughs> maar ja, zij heeft het dus op een ander vlak, maar dat moet ook niet ten koste gaan van haarzelf. Dus ik zeg heel vaak: In die weet je, um, je kunt niet meer doen dan jezelf gewoon goed voorbereiden. En als het dan een keer een 5,5 is, dan is het een 5,5. Dan was dat op dat moment het hoogst haalbare. Ja. Uh, dus ja, ik probeer wel bij haar ook al nu die scherpe randjes eraf te halen. En ik vind, ook, ik vind het gewoon heel erg belangrijk. Want natuurlijk als topsporter ben je heel erg met je lijf bezig en met gezond. En, uh, maar ik vind het ook gezond als een kind gewoon leert snoepen. Ja. En, uh, en ook, ook weet, het, nu moet ik stoppen met snoepen. Ja, dat gewoon. Dat moment, ja. Dus wij hebben dat ook altijd. Wij zijn er ook nooit pastisch in geweest. Dat we, ja, dat we echt zoiets hadden van uh, bij ons hebben we echt een la. En die ligt gewoon allemaal vol met lekkere dingen. En als zij trek heeft, dan, ja, dan is het niet zo van dit mag je niet. Want ik vind het gewoon. Ja, ik vind het zelf ook fijn om af en toe gewoon lekker suikers uh, te eten. Daar word ik een, een, een vrolijk mens van. Dan denk ik van ja, misschien is het niet zo goed voor je lijf. Maar voor je mind is het wel goed om af en toe gewoon een lekker stukje klaar op te eten. Ja. En ja. dan moet je dat ook gewoon doen. Ja. Als je lichaam uh, zegt van ja, ik heb daar nu gewoon trek in. dan denk ik van ja, geef daar gewoon aan toe. Waarom moet je jezelf dan uh, ja, straffen ik... om het niet te doen? Nee, maar dat is ook omdat jij die balans natuurlijk hebt heb gevonden voor jezelf. Ja, maar ik zie wel bij Indie, doordat ik die balans en dat ik gewoon normaal doe, ik eet gewoon goed en ik, ik neem gewoon een uh, beetje s'avonds wat lekkers bij de koffie. En zij doet het ook gewoon op, gewoon op een normale manier. Zij zal nooit een hele pak koeken leeg eten. Maar wel gewoon als ze trek heeft in, in gewoon een koek bij de koffie. Dan neemt zij gewoon een koek bij de koffie. Ja. Maar ze zal nooit een heel pak je opeten. En ik denk als je het kinderen verbiedt, dan gaan ze stiekem eten. En uh, ja, ik denk dat dat juist niet oké okay is. Maar ja, iedereen doet het op zijn eigen manier. Is zij bezig met sport? Ja, zij handbalt. En um, maar de, 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 hoe heet het? Daar is ze ook wel fanatiek, maar minder fanatiek. Op school is ze fanatieker. Um, maar ik zie een hele blije glimlach. En uh, ook al verliezen. Ze verliezen ook wel eens af en toe met 25-0. <laughs> en dan, uh, dan zit ze echt een Ach, derde ja, helft aan de, aan de bar met ja. lekkere chocolademelk met oh, slagroom ja. en een frietje. En dan zegt ze, ja, maar we hebben wel lekker gespeeld en denk ik heerlijk. Dat is wat het moet zijn. Ja, dat vind ik wel. Hey, nog even terug naar het in 10 huis want dat vind ik wel heel bijzonder. Wanneer heb je dat geopend in? Uh, we hebben uh, het Leontinehuis. Dat is nu een kleine zes jaar is dat ja. uh, open. Dat ja. is geopend door Maxima. Ja. Dat waren we wel heel. Uh, dat, 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 dat belletje dat zij het wilde openen, dat kwam niet alleen voor mij, maar ook voor alle vrijwilligers die het mee hebben gerealiseerd kwam dat echt op het juiste moment, want we liepen echt op ons echt op onze laatste adem waren we bezig om het helemaal te realiseren en we trokken het bijna niet. En toen kregen we dat belletje en toen hebben we met de laatste energie hebben we het helemaal spik en span voor de opening uh, kunnen maken. En uh, ja, dat was wel een een, uh, een bekroning dat dat zij het kwam openen en ze was ook tijdens de opening ja, het is gewoon ook een heel mooi mens, zo betrokken. Ja, bij de, mooi. Ik, hey, maar even want uh, voor de Luisteraar, um, wat, wat doe je in het Leontienhuis? Waar staat het voor? In het Leontienhuis helpen wij gezinnen met kinderen met anorexia en bulimia... of mensen met, met eetstoornissen. En wat wij doen in het Leontienhuis is eigenlijk um, hetzelfde... als de, wat de familie Zeilaard mij heeft gegeven. Uh, heel veel liefde um, en heel veel tijd. En ik geloof echt op het moment dat mensen psychische problemen hebben... Dan heb je niet genoeg aan een uur. Dan heb je veel meer tijd nodig. En uiteindelijk helpt dat. En dat zien wij nu ook. Want ik durf nu echt hardop te zeggen. We hebben niet een aantal gezinnen geholpen. We hebben de afgelopen jaren al heel veel gezinnen geholpen. We hebben met elkaar al heel veel levens gered. Door met heel veel vrijwilligers de bezoekers heel veel liefde te geven. En weer op zoek coachen om op zoek weer te gaan naar nieuwe kwaliteiten. Dat ze niet alleen goed zijn in zichzelf uithongeren. Maar dat ze veel meer kwaliteiten dan, hebben dan alleen dat. Ah, mooi hè? Ja, heel mooi. Wat doet dat met jou, dat je dat uh, kan geven? Nou ja, um, ik zeg altijd: met topsport. En, en, je, en je wint Olympisch goud, maak je mensen blij. En hier red je echt levens en maak je echt het verschil met elkaar. Ja. En dat doet heel veel. Dat doet heel veel. Op het moment dat je iemand binnen ziet komen in het Leontinehuis. En dat je denkt van poeh, dit is niet oké okay als die volgende week maar haalt. En als je dan met je team aan de slag gaat en je gaat niet alleen het kind coachen. Maar je gaat ook de ouders en de broers en zussen coachen. En na een jaar zie je dat beetje bij beetje het leven terugkomt. En na een aantal jaar zie je um, dat het zo goed gaat dat ze zich inschrijven voor een cursus te volgen. Omdat ze zelf aan de slag willen als ervaringsdeskundige. Uh, vanuit het Leontine-huis. dan denk ik van ja, we doen hier een beetje mooi werk. We doen fantastisch werk daar. Ja, mooi hè. Ja, ook heel mooi. Hey, en. Um... Ja, je hebt er eigenlijk al zo verschrikkelijk veel meegemaakt en zoveel successen behaald. Uh, gelukkig huwelijk, een, een mooie dochter. Niet altijd hoor. Nee, nee. vertel eens. <laughs> nee, dat kan niet. Kan nee. niet altijd gelukkig maar ja, dus zijn. Ja, ja, nee, nee. We zijn in het moment dat je niet gelukkig bent. Ja, natuurlijk. Nou, maar... Iedereen heeft wel tijdens zijn. Tij, We wij, wij zijn uh, afgelopen jaar 25 jaar getrouwd. En ja. ook een relatie is hetzelfde als een topsportcarrière. Hetzelfde als een maatschappelijke carrière. Ja, je moet je ook blijven knokken. En af en toe raak je, raak je elkaar ook wel eens even kwijt. Ja. En uh, ja, dan, ja dan, dan moet je wel weer zorgen dat je op één lijn komt. Ja. En als, als je dat wil, dan lukt dat ook. Ja, precies. Maar als je gelijk de handdoek in de ring gooit, ja, dan is het over. Maar dan gooi je iets heel moois weg. Nee, precies. Dat moet je niet doen. Mijn, uh, mijn boek gaat en door. En dat heet dan over hoe tegenslag je geluk niet in de weg hoeft te staan. Ik heb dat zelf gevonden uh, door um, altijd te kijken naar wat er wel is. En, uh, ja, en, en eigenlijk niet te kijken naar wat er niet is, want daar heb ik niks aan. Nee, dus ik kijk altijd naar wat er wel is en wat er wel kan. Uh, heb jij voorbeelden voor jezelf waarbij je dat hebt toegepast? Door te kijken naar, oké, okay, dit kan ik dan misschien niet, of dit is niet meer mogelijk, of dit zo moet ik het niet doen. Maar als ik het zo doe, dan word ik daar wel gelukkig mens van. Ja, na nou, nou, wat, ik, wat ik straks aangaf, de lat iets minder hoog leggen voor ja. jezelf. Ja. Ehm. Ja, weet je, ik, ik, wil eigenlijk, ik wilde eigenlijk altijd alles in mijn leven perfect. Mijn huis moest perfect en mijn carrière moest perfect. En ja, je moet overal die scherpe randjes een beetje vanaf halen. Dat je denkt van ja, weet je, als het een dag even je huis niet perfect is, ja, dan ligt er maar af en toe een beetje rotzooi. Uh, dat vind ik nog steeds wel heel moeilijk, maar... <laughs> dat vind ik zelf ook lastig. Want je bent echt wel eens mega, mega ja, ja, maar... Maar ja, als het, weet je, ja, dan denk ik van Indy en Michael hebben ook gewoon een leven. Dan denk ik denk van ja, het hoeft niet altijd een museum te zijn. Ja. Weet je, ja. natuurlijk als mensen... Wij, wij hebben vorig jaar een nieuw huis in Rotterdam... en als er mensen naar je huis komen kijken voor de eerste keer... ja, dan is het logisch dat je het gewoon even strak wil hebben. Maar ja, nu in de coronatijd... je leeft heel veel met elkaar ja, in, in het huis. Ja, dan moet je iedereen ook wel een beetje de ruimte geven... om zijn eigen ding te kunnen doen. Ja. En ja, als ze dan een keer niet opruimen... dan dit mogen zij eigenlijk gewoon niet horen. <laughs> Laat het al gaan. Leontien, laat het gaan. Maar dan moet ik wel tegen mezelf maar zeggen. Maar zeggen zij dat ook tegen jou? Je man wil het. Leontien, laat het nou een keer gaan. Ja. 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 Dan zegt ja. hij, doe even gewoon normaal. Als ik dan weer ja. met die stofzuiger aankom, zegt ja. hij... Ties, even vandaag. Nou, Ties is mijn bijnaam. Even vandaag gewoon. Doe even gewoon relaxed. Nou, ik, was, ik was vanmorgen heel vroeg natuurlijk hier. En met de fysiëst en alles. En die komt en ik zei... Ik ben nog even snel boven het stofzuiger aan het dweilen. En zei echt... Wacht even, het is acht uur. Ben je, nog, ben je nu aan het stofzuigen en dweilen? Ja. ja, ik moet even snel doen, want uh, ja, ik was ook helemaal onrustig ook, of zo. Dan zit ik niet rustig, nee, maar dat is eigenlijk toch niet dat normaal. Is niet normaal. Nee. nee. En ik dacht, ik moet het toch even snel doen. En ik heb het ook gedaan. Ja, maar en dat <laughs> heel raar is, dan geeft het jou zelf wel gewoon een goed gevoel. Ja, maar ik heb wel geleerd dat ik denk van, ja, ik moet niet alleen op dat vlak naar mezelf kijken, maar ik, ik moet Indy en Michael ook wel ja. gewoon een beetje ruimte ja. geven om. Ja. Want hoe ja. gaat het met jou, dan? Die zal er ook wel zeggen: van hé, hey, doe jij eens even lekker normaal. Ja, die ik. laat alles gewoon slingeren. Maar, oh. die, maar alles, <laughs> ja, die, la, die luistert niet. En die laat ook gewoon. Oh, die mijn, luistert ook die, niet. Die luistert niet, maar die laat ook mijn gezeur gewoon voor zich afglijden. Oké, okay. dus dan, ben, dan, dan kom ik beneden zijn alle kussens weer van de bank. Dat vind ik zo irritant als je dan weet je wel. Ja. S'avonds naar boven gaat alles netjes. En dan kom ik beneden en heeft hij er al op gezeten weer. En dan liggen al die kussens. Denk je, kan ze toch even recht leggen? Ja. Uh, maar dan, oh ja, het glijdt gewoon van hem af of zo op de een of andere manier. Dus uh, en, en, ja. Nee, dat. Hij, ja, nee, nee. Dennis wel. Nee, die. die uh, dat is. Die laat het eigenlijk maar gewoon een beetje gaan of zo. Ik zeur daar wel over natuurlijk. Ik mopper daar echt wel over. Ja. Maar hij laat het gewoon gaan. En ja, hij zegt natuurlijk ook. Kom nou eens even zitten. Doe eens niet zo onrustig. Doe eens even rustig. Het is niet zo bij mij uh, dat ik. Dat ik mijn humeur. Zeg maar dat ik er zou van word. Of ongelukkig van word als het niet gedaan is hoor. Uh, ik word er wel gelukkiger en blij van als het wel gedaan is. Zo moet je het eigenlijk zien. Ja. Snap je? Dus als het echt niet kan, zou ik het laten gaan. Maar. En dan denk ik, oh, laat ik, het, kan ik het ook wel loslaten. Maar ik vind het wel fijn dat het wel gedaan is. Dus ja, ik hou ook wel van opgeruimd. Uh, als je iets opruimt, dan is het ook wel opgeruimd in je hoofd. Op nou een ja, maar dat begrijp ik wel. Want ik ben natuurlijk ook druk in je hoofd. En jij ja. bent ook druk ja. in je hoofd. En als het dan om je heen gewoon een soort bom ontploft is, dan, dan heb je helemaal geen rust. Maar ik kan heel jaloers zijn op mensen die gewoon dat je denkt van nou het is gewoon een lekkere rotzooi binnen een vriendinnetje van mij daar is het af en toe gewoon is er een bom ontploft maar ik vind het daar zo gezellig, gezellig ja. echt zo gezellig ja, maar ik heb dan denk dan wel ik geen rust hoor dan zou ik geen rust hebben. Nee, maar en toch vind ik het gezellig ja. als ik dan bij andere mensen ja, ben omdat het niet jouw huis is. Nee, maar ja. dat is wel dat ik denk van ik vind het wel altijd op het moment dat een huis echt leeft leeft want bij mij is het echt een museum. Dat ik echt denk, doe normaal. Weet je. En ja, dan kom ik ja, bij ja. andere mensen. En dan, ja, dan liggen er overal troepjes en dingetjes. En denk, oh, maar dit is toch ook gewoon gezellig? gezellig Waarom ja. kan ik dat niet hebben? Ja, ja. ja, ik heb het gewoon niet. Ik heb wel al een aantal dingen gehoord hoor. Maar heb je dan toch nog als afsluiter? Een, uh, ik, heb, ik heb als we mensen goed hebben geluisterd, maar heb je al heel veel uh, mooie wijsheden gegeven, eigenlijk in dit gesprek. Uh, maar concreet, nu als afsluiter, heb je nog een, 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 een mooie uh, tip voor de luisteraar? Een levenstip, een levenswijsheid. Nou, die heb jij eigenlijk net al gegeven. Ben gewoon blij met de dingen die je hebt. En uh, weet je, bij de buren lijkt altijd het gras groener, maar ben gewoon tevreden. Ben ja, gewoon mooi. tevreden. Ja, dankjewel ja. voor het mooie gesprek. Ik heb er ook nog even eentje voor de luisteraar. Eentje uit mijn boek. Uh, en dat heet: um, En die gaat als volgt: uh, God knipoog naar iedereen, maar je moet wel omhoog kijken. Ja. Met andere woorden, pak je kansen. Kijk eens hoe mooi. En kijk zo mooi het buiten is. Ja. Ja. Ik denk Heel dat mijn vader, vader meekijkt. Die strookt op vol. Het is een mooie zondagochtend. je ja. moet gaan wandelen. Ja, ja naar dat buiten. denk ik ook. Dat ja. denk ik ook. Ja, ja. oké. Okay. Nou, dankjewel voor het luisteren. Ja. Ja. En graag tot uh, de volgende keer. Maandagochtend praten we verder over deze podcast via Clubhouse. Join the room om negen uur in de ochtend. Praat met me mee en stel je vragen. Check www.antje.nl voor meer informatie.